Hoi, vandaag laat ik jullie weer een marble tutorial zien. En vandaag eentje speciaal voor Oranje natuurlijk. Vanavond is de wedstrijd. Ik laat aldoor 1 druppel wit in het water vallen en 2 druppels oranje. Dit zijn weer de speciale marble lakken die ik gebruik. Ik vind deze erg fijn om te gebruiken en ze spreiden goed en de kleuren komen heel mooi over. Dus ik gebruik ze heel erg graag. En ik ga nu het rondje zeg maar volmaken. Ik doe altijd 2 druppels oranje tegen 1 witte. Dat komt omdat ik het, het oranje zeg maar naar boven wil laten komen. Zorg ervoor dat je goed veel nagellak aan je kwastje hebt. Zodat die makkelijk in het water komt. Bij deze, die heb ik al gedaan en daar had ik iets te veel wit in. Dus vandaar dat ik het nu even met dubbel oranje doe, zeg maar. Zo. Dan pak ik mijn stokje erbij. En dan trek ik eerst een lijn door het midden. En dan ga ik dan een soort zigzag patroon maken. Van boven naar beneden. Tussendoor veeg ik mijn stokje eventjes weer goed af. En je ziet dat het overwegend oranje is. Wil je dit nou niet, wil je meer wit erin, dan kun je dus meer wit gebruiken. Ik heb mijn nagels, 2 nagels ga ik nu dippen. Ik heb ze ingeplakt met scotch tape en een laagje witte nagellak. En ik dip ze zeg maar in het midden. Ik ga hem eventjes een beetje draaien. Want ik ga dit hier in het midden wil ik het hebben. Dan doe ik ze naast elkaar en dan dip ik ze tegelijkertijd erin. En wat er nu nog over is, dat haal ik weg met mijn stokje. En dan heel langzaam haal ik mijn nagels naar boven. En dat zijn ze dan. Pik mijn nagels erin. En de rest haal ik weg met het stokje. Het is best wel gepriegel hoor, met zoveel vingers in het bakje. En dan haal je ze langzaam omhoog. En daar heb je dan je water marble. En na het aanbrengen van een topcoat is dit uiteindelijk het resultaat. Nou ja, je ziet dat bij mijn ringvinger en pink wel wat meer wit zit dan op mijn wijsvinger en middelvinger. Maar op zich vind ik het wel een leuk effect geven. En ik ben eigenlijk wel heel erg tevreden over. Het is wel een moeilijk patroon om het helemaal recht op je nagels te krijgen. Bij mij zit het ook wat scheef, maar nou ja, ik vind het wel erg leuk geworden. Ik hoop dat we winnen natuurlijk vanavond. Ik hoop dat jullie ook gaan kijken. Laat me even weten wat jullie op je nagels dragen. Ben je ook voor een water marble gegaan of ga je toch voor iets anders? Nou, laat het me even weten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot gauw. Doeg!